Hoi, ik ben Desiree van Witte Wolf en vandaag wil ik uitleggen hoe je kunt testen of jij een heks in je vorig leven was. Dus laten we daar snel mee beginnen, want dat is een leuk onderwerp. Misschien eerst, wat is een heks? Het is best wel multi-interpretabel als je het mij vraagt. Dus ik ga gewoon maar wat noemen wat ik er allemaal onder vind vallen. Maar dat is bijvoorbeeld als je met kruiden hebt gewerkt of als je interesse had in spiritualiteit of als je natuurlijk letterlijk voor heks bent uitgemaakt of zo. Als je je bezig hield met geesten verdrijven, maar eigenlijk ook homeopathie kan er dan onder vallen. Ja, het is ook maar een beetje hoe je je voelde in vorig levens en dit leven. Maar vaak houdt het wel gewoon in energie bespelen. Op hopelijk positieve manier. Dat zou ik een heks, ja, zo zou ik het kort samenvatten. Oké, hoe herken je dan of je in een vorig leven een heks was? Als je erin gelooft zoals ik, heb je echt heel veel vorige levens gehad. Echt heel veel. Lijkt meer dan 100 en zo. En dan is de kans groot dat je natuurlijk in vorige levens een heks bent geweest. Maar hoe weet je dat nou zeker? Ja, eigenlijk is dat gewoon, als mijn uitleg je überhaupt wat doet, dan is dat al punt 1. Het heeft je dan geraakt en je vraagt het je af of je hoopt het. En dan eigenlijk ben je er al. Want je herinnert al je vorige levens sowieso. Maar gewoon niet altijd bewust. Maar je lichaam en je gevoel, die hoop, die doet dat wel. Dus ja, zo dus. Hoe je ook kunt merken dat je een heks bent geweest, is als je bijvoorbeeld nu de hele tijd te maken hebt met spirituele dingen. Of mensen om je heen die het erover hebben. Ook al heb jij er misschien helemaal niet zoveel mee. Zo kun je het ook merken. Dan trekt jouw ziel, dat is degene die alles nog weet, die trekt dus aan spiritualiteit. En daarom bevind jij je vaak in spirituele situaties. Je gaat opeens naar een edelstenen beurs, of je voelt opeens iets van een ander, of iemand geeft je een pendel cadeau, dat soort dingen. Of je hebt gewoon drang om mensen te helpen op een alternatieve manier. Dat was eigenlijk ook punt 3. Drang om mensen te helpen op een andere manier. Of dat je wel mensen helpt. En je hoeft echt al niet in de zorg of zo te werken. Maar het kan ook advocaat zijn of zo. En dat je heel vaak denkt van, maar dit moet anders kunnen. Of, oh, die organisatie houdt eigenlijk heel veel af en tegen. Zijn er eigenlijk ook al kleine signalen van dat je een heks bent geweest. Een vierde signaal is als je moeite hebt met jezelf zijn. En vooral als het gaat om dingen die jij doet, maar die andere mensen niet doen. En dat kunnen eigenlijk al hele kleine onschuldige dingen zijn, zoals dat je zelf je kleding wil maken, maar je bent bang hoe dat overkomt. Of iedereen vindt rockmuziek leuk, dus je durft dan niet te zeggen dat jij dat niet leuk vindt. Zijn van die kleine signalen die kunnen wijzen op ook niet jezelf zijn geweest of kunnen zijn geweest in een vorig leven. Vaak als je niet jezelf bent geweest in vorig levens, dan hebben anderen dat er ook echt naar gemaakt. He, want je weet eigenlijk ook wel van binnen dat jouw vriendengroep het niet erg vindt dat je rockmuziek niet leuk vindt. Maar in een vorig leven kan het wel zo zijn dat mensen er heel wat van vonden dat je anders was. En ja, dan kun je eigenlijk best wel heks zijn geweest. Dat was het eigenlijk gewoon voor een korte opsomming. Hoe kun je herkennen dat je een heks bent geweest in een vorig leven? Ik hoop dat je wat aan had en dat je veel herkende en dat je misschien wel iets toe wil voegen aan de opsomming. Dan lees ik dat graag natuurlijk. Abonneer vooral om niks te missen en tot de volgende keer.